Over enkele jaren gaat de overheid een nieuwe concessie verlenen voor de waddenveerdiensten. Die worden op de Schelling en Vlieland op dit moment door Doeksen onderhouden. De vraag of het blijft bij de huidige vervoerder stond centraal tijdens een discussiemiddag in Harlingen. Fijn dat jullie allemaal zo in grote getalen zijn opgekomen. Een middag die werd georganiseerd omdat er in het verleden veel gespeeld heeft rondom dit onderwerp. Mijn boek, De Slag om de Veerboten, gaat over de periode 2005-2014. Toen waren de ondernemers die zeiden, wij willen hetzelfde als Doeksen. Dat is allemaal afgelopen en afgekocht in 2014. En natuurlijk krijg je nu de vraag van, ja, wat willen we nu doen? En dan krijg je de discussie, kan Doeksen niet blijven? Overigens een hele goede vraag. Maar je krijgt ook de discussie, kan het bijvoorbeeld niet als Tezo? En je krijgt de discussie, straks zijn er misschien Japanners of Russen of Chinezen die het over gaan nemen. Dus ja, de belangen zijn groot. En daarom dus de discussiemiddag. Om de belangen op een rijtje te zetten en na te denken over de toekomst. Ik merkte dat het moeilijk was om over het verleden te praten. Want dat ervaart me toch als heel veel kritiek op Doeksen. Wat niet mijn bedoeling is, maar het zijn wel de feiten over die periode. Maar de discussie over hoe moet het worden, die leeft. En ik denk dat die nog veel meer gaat leven. Op Ameland leeft hij ook heel erg sterk. Er is een coöperatie opgericht van eilanders. En op Terschelling weet ik ook dat sommige mensen toch wel nog steeds wat denken. En ook zelfs wel er een beetje aan werken of we niet een soort TESO-constructie voor Terschelling kunnen bedenken. En daarom hoopt Tameling dat eilanders zich ook gaan bemoeien met het debat over de nieuwe concessie. Er wordt een programma van eisen gemaakt. Nu allerlei uitgangspunten worden geformuleerd. Je zou natuurlijk niet alleen aan de energie kunnen denken, of je elektrisch moet varen, hoe lang die overtochten varen. Maar je kunt natuurlijk ook eisen gaan stellen van, wat worden de prijzen voor de eilanders? Die hebben geen keus, die moeten met die boot heen en weer. Dus daar kun je eisen aan stellen.